Vorig jaar stond Dalfsen in het middelpunt van de belangstelling dankzij archeologische vondsten uit de Trechterbekerperiode. Dus ja. dat we over een paar jaar tegen elkaar kunnen zeggen dat we het gevonden hebben, is geen verdienste, maar wat we ermee gedaan hebben, daar zijn we trots op. Nou, eigenlijk is dit een vondst die een aparte presentatie, een apart verhaal verdient. Röntgenonderzoek ga je kijken door de roest heen van wat zit er nou precies onder. Pot en een glazen stortbeker tegen de dorst. Met onze huidige blik, ik denk dat kunstenaars zijn. Het landschap krijgt ook een bepaalde betekenis door de bewoning daarvoor. En dat vind ik een interessant gegeven. We leggen de land hoger dan er eerder is gedaan. Onze voorouders leven door dat tijd verder. We beseffen ons heel goed dat er al meer dan 200 generaties hier gewoond hebben in Dalfsen. Als je dat bekijkt vanuit de Trechter. Bekerperiode. De mensen van de Trechterbekercultuur, dat we die in de schijnwerpers willen zetten. En vanaf mei kunt u dus alle antwoorden krijgen als u zelf ook naar het familiepad hier in Dalfsen gaat. Dit was het, een speciale uitzending over de Schat van Dalfsen. Unieke vondsten, waarvan het verhaal weer prijsgeeft hoe mooi de mensen hier in de vroege middeleeuwen hebben geleefd. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, kom hier naartoe om de schat zelf te gaan bekijken. Iedereen bedankt voor jullie inbreng en bedankt voor uw komst. Tot ziens.